De kersenbomen in de kas van Kers en Zo aan de Hapseweg in Sint-Hubert staan bijna in bloei. Een goed moment om alle belangstellenden een kijkje in de kas te gunnen. En dit gebeurde dan ook in het weekend van 26 en 27 maart. Eigenaar Ruud Barthe vertelde aan alle belangstellenden meer over het telen van kersen in de kassen bij Kers en Zo. Ook was dit een goed moment om het boerbewustbord te onthullen. Dit gebeurde op zaterdag 26 maart door wethouder Bouke de Bruin van de gemeente Land van Kuik. Ook de camera van Omroep Land van Kuik nam een kijkje tijdens deze open dagen in de kassen van Kers en Zo in Sint-Hubert. Ja, het is een heel bijzonder moment. Eerlijk gezegd, mijn naam is overigens Hugo Bens. Ik mag u namens Boerbewust welkom heten deze ochtend. Maar voor ons is het een bijzonder moment als Boerbewust. En maar waarschijnlijk ook als voor u. U staat namelijk naast elkaar. En samen beleven we dit moment. En dat is nou precies wat Boerbewust is. Samen beleven. Samen de boerderij beleven. Samen beleven waar ons voedsel vandaan komt. Samen beleven in het buitengebied zijn. Genieten van de natuur. En dat samen beleven. En dat is inderdaad wat Hugo zegt, dat het ook wel allemaal mag. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ik ben Ruud Barthe, van Kers en Zo. Ja, goed dadelijk wat meer details misschien hebben over de kersen. Wat ik gewoon kort even wil zeggen, de vaardig ons bedrijf. We zijn ook hier deze dag natuurlijk helemaal. En ja, dat was een leuke stap die ook in dit fijne bedrijf horen. Ik ben het nog vergeten te zeggen, maar speciaal woord voor welkom natuurlijk voor Bouke de Bruin, de wethouder van de Bordsmeer. Die gaat zo meteen. Vote nummer 2 al. Nou goed, misschien wil je van tevoren nog iets zeggen tegen ons? Nou, heel graag, Ben. Met zoveel mensen hier zijn vandaag, want ja, het is wel een hele bijzondere dag, met name voor Ruud als ondernemer, maar ook voor zijn gezin, Anneke, zijn vrouw staat aan die kant, en de kinderen, de persoon zoals hij is. Ja, in 2013 werd er toch een zaadje geplant in de agrarische hoek. Hij begon zich te interesseren in kersen. Hij werd in Nederland getriggerd door een ondernemer en hij dacht, nou, misschien kan ik daar ook wel iets mee. En in 2015 is hij hier gestart met het telen van kersen. Ja, en dat is eigenlijk best wel bijzonder hoe Ruud dat doet, want het gaat nooit zomaar even bij Ruud. We beginnen met kerst en we doen maar wat, want hij is zo secuur. Ik heb een aantal mensen even voor geïnformeerd van, goh, hebben jullie wat in zijn auto van leuke weetjes? Dat is goed. En van iedereen krijg ik te horen, ja, weet jij wel hoe secuur Ruud is? Nou, had ik wel eens ooit iets van gehoord. Maar als je hier langs het perceel op loopt, ik nodig iedereen uit om dat te doen, en eens te kijken hoe recht alle palen staan. Je kunt er bijna een waterpas langs zetten. In de kas is het niet veel anders. Nou ja, als je ziet wat een prachtig bedrijf Ruud heeft neergezet samen met Anneke en de kinderen. Ja, vind ik dat we met z'n allen een hartelijk applaus mogen geven aan Ruud, Anneke en de kinderen. En dan wil ik Floor ook even naar voren vragen. En dan denk ik, hij is het leuk vinden om ook even op de camera te komen. Mag dat rust, maar voel je niet verplicht. En ik ben eigenlijk nog wel even benieuwd. Jij blijft hier staan? Nee, maar goed hoor. Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd, hè. Eet jij wel eens ooit kersen? Ja? En jouw tong gaat er al meteen uit. Wat jij zo vragen? En dan heb ik één vraag. Eten jullie wel eens ooit? Oh nee. Kersen van papa. Ja, jij wel eens ooit? Niet zo vaak. En wie heeft de allerlekkerste kersen? Ons thuis. Nou, ik denk dat je geen betere reclame kunt hebben dan van de echte kenners. En die zijn altijd eerlijk, hè, kinderen. Dus willen jullie mij helpen met een korte trillen? We moeten blij zijn als het lukt, maar we mogen aan dit touw trekken. Dus als jullie helpen. Ben jij er ook bij? Tellen we tot 3, hè? 1, 2, 3. Oeh!
Nou, van harte gefeliciteerd. Nou, een echte dankjewel. Boer nou, hè? Nou, sorry. Is dat goed gedaan? Nou, iedereen welkom in onze kas hier in Sint-Hubert. We zijn hier op ons bedrijf, fruitbedrijf Kers en Zo. We hebben hier kersenbomen in de kas staan. We zijn een jong bedrijf, we zijn in 2015 gestart met het aanplanten van de eerste bomen in de kas. En we hebben hier verschillende soorten staan. En wat ons wel een beetje uniek maakt misschien, is dat wij onze kersen voor het buitenseizoen uitplukken. Omdat ze dus in de kast staan, zijn ze 5 weken eerder rijp als buiten. En dat is natuurlijk wel... Dan zijn er op dat moment zijn er nog geen kersen. We hebben verschillende kersen staan. Want alle kersen plukken we maar 1,5 week. Dus we hebben verschillende soorten nodig om een periode van 9 weken kersen te kunnen plukken. Op dit moment zijn we ook nog bezig om buiten een kersenaanplant aan te leggen. Dus ook straks hebben we nog late kersen. Waardoor we nog wat langer kersen kunnen aanbieden. Die kersen verkopen we in supermarkten en... in plattelandswinkels, in de omgeving. En ook vanuit de kas verkopen we vrij veel kersen. Vandaag hebben we bordonthulling gehad. En heeft Bouke de Bruin heeft het bord onthuld van Land van Kuiken Boerbewust. Waar we sinds vandaag bij aangesloten zijn. Dit is een organisatie die zich echt inzet voor om een verbinding te maken van de boeren met de burgers. Om te laten zien wat we maken, wat we produceren. Maar ook op welke wijze. En wat erbij komt kijken en wat voor keuzes er gemaakt worden. En dat kunnen we op allerlei manieren doen. Er zijn verschillende bedrijven die daarbij aangesloten zijn, verschillende soorten boeren. En wij als fruitteler doen dat vooral door groepen uit te nodigen in de kas. Dat kunnen KBO's zijn, dat kunnen buurtverenigingen zijn. En dan vertellen we eigenlijk ons verhaal. En dan laten we zien hoe dat we het doen. We laten dan vaak doen we dit ook in het seizoen. We laten ook lekker die kersen proeven om het een beetje te onderstrepen. Net als vandaag, een open dag, waar we vrij veel mensen ontvangen, is natuurlijk ook een heel goed moment, een leuk moment om de mensen weer in de kast te ontvangen en weer te laten zien wat we doen. En dat is wel een beetje onze visie bij Boerbewust en wat wij zelf met Fruitbedrijf Kers en Zo ook een warm hart toedragen. In onze kas werken we zo biologisch mogelijk. We gebruiken diverse roofmijten om te verwachten plagen aan te pakken. Dat wil zeggen, als we weten dat we misschien een luisje kunnen krijgen, dan kunnen we vooraf al een beestje uitzetten die dat luisje aanpakt. En daardoor hoef je dus niet met bepaalde middelen, gewasbeschermingsmiddelen, te spuiten. En daarin zijn wij al heel ver. Wij zetten zowel 5 soorten beestjes uit ter bestrijding van diverse plagen. En dat is echt een stukje biologische aanpak. Ook gebruiken we daar bijvoorbeeld kippen voor, die het onkruid weghalen. En ook diverse wormpjes en larven in de grond weghalen. Op die manier kun je eigenlijk biologisch veel dingen aanpakken. Ook hebben we op proef, weliswaar hebben we al een aantal jaren, een aantal stroken hebben we onder beplanting geplaatst. En dat doen we eigenlijk
Dat zijn allemaal planten die een hele positieve effect hebben op onze kersen. En de ene die houdt muizen weg, de andere dat is een goed tehuis voor beestjes die tegen luis werken. Een andere is bijvoorbeeld de smeerwortel die een hele diepe penwortel maakt, waardoor de grond weer open gaat. Dus je hebt eigenlijk je krijgt ook wat meer leven op je strook. En dat is denk ik, vinden wij een heel positief iets. Elk jaar worden onze bomen gesnoeid. Het snoeiafval zien wij niet als afval, maar is heel zeldzaam of heel waardevol. Dus wat wij doen is, wij versnipperen ons snoeiafval en dat brengen we weer terug op onze strook. Dit combineren we vaak met een stukje compost erop om hem een beetje te activeren. En dan wordt het snoeiafval wat heel waardevol, wordt voeding voor onze boom in de toekomst. In onze kas is iedereen welkom voor een bezoek. Mocht er ooit iemand een afspraak willen maken, dan zijn wij te vinden op onze Facebookpagina. Ook op Land van Kuik Boer Bewust is ons adres te zien en zijn wij te contacten. En wij staan altijd open voor een bezoek voor iemand die geïnteresseerd is in onze teelt.